Ik zou persoonlijk, als ik de NOS was, zou ik de voorkeur geven om daar een programma te maken met de mannen van de podcast van de NOS. Dat vind ik namelijk hartstikke goed. Dat zijn de commentatoren. Ja. Jij luistert er misschien niet naar. Nee, ik ken het niet ook gezegd. Maar... Nee, het is echt goed, omdat de Jeroenen, er zijn er volgens mij 3 van... Ja. Die kunnen goed met elkaar over voetbal praten en gaan met elkaar in de clinch. Nou, kijk, ik hou toch altijd weer van wat kleinigheid. Van kleinere programma's dan het hele grote. Kijk, ik heb zelf in Studio Voetbal gezeten en het was gewoon een heel ander programma. Toen wij begonnen in 2000, 2001 met Jury, Jack en ik, toen zat er ook verder vaak niemand bij. Ja, toen deden wij ook maar... Je bent eigenlijk de grondlegger van deze vorm van tv, toch, mede? Nou, dat ga ik niet roepen. Je denkt toch niet dat ik dom ben, hè? Wat? Nou, dit is zo'n echt vieze valkuil. Hoezo? Nee, je hebt dat toch bedacht? Schijn nou toch uit, man. Je hebt voetbal aan tafel. Dit is weer Rotterdamse bescheidenheid, is dit, hoor je dan? Geen enkel op, man. Nee, nee, natuurlijk niet, joh. Gek. Oh, nou. Nee, hoor. Nee, dit is helemaal groot gemaakt door Johan Derksen. Klaar, punt uit. En jij mag een beetje meedoen met Johan. Ik mag een beetje meedoen. Van de Gijp is ook gewoon heel goed. Ik hoor René heel graag praten over voetbal. Ja. Vind ik echt geweldig. Hij heeft heel veel verstand van voetbal. Ja. Ja, ik hoor René ook heel graag praten over voetbal. En Johan ook. Maar nee, dat... Johan niet. Nou, ik vind Johan, nee, ik totaal... Wel, maar ik vind het soms wel dat ze even uit gaan leggen hoe de wereld in elkaar zit. Dat vind je wel te ver gaan. Nou ja, daarvan denk ik wel. Dus waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Ja, ik zit wel gewoon te kijken naar, inclusief jij, 3 keer de Universiteit van het Leven. En die gaan dan even vertellen wat er mis is met het vaccinatiebeleid of met de leider van D66. Weet je wel, dan denk ik wel eens van, ja jongens, het wordt wel een... dan neem je jezelf wel een beetje serieus, denk ik dan. Ja, denk je dat? Te citeren. Maar dat is het leuke van hun. Ze nemen zichzelf serieus, maar toch ook weer niet. En ja, je weet eigenlijk... Van het moment over, hè? Maar, je weet eigenlijk nooit precies wanneer nemen ze zichzelf serieus. Maar ze gaan heel vaak lelijk de fout in. Dat ze echt in zichzelf geloven, terwijl wij allemaal in lachen uitbarsten. Maar dat vinden wij ook niet erg. We zitten er nog steeds, hè? Ja. Nee, maar het is een fantastisch programma. Hoe je er ook over denkt. Als je het kut vindt of je vindt het goed, het is gewoon... Ik ken ook ontzettend veel mensen van wie ik niet verwacht... die toch inschakelen op maandagavond. Zoals bijvoorbeeld? Veel vrouwen. Nee, nou ja, onbekende mensen. Maar veel vrouwen vinden het ontzettend leuk programma, man. Ja, alleen dat de wereld een beetje de maat nemen, dat vind je net iets te ver gaan. Ja, ik vind het niet te ver gaan, maar ik vind wel, het is ook een bepaalde ironie dat Johan Derksen, Johan Derksen was vroeger voor mij echt een held. Hè? Ja. Mijn vader las vroeger de VI en die column van Derksen, dat stond ook ergens voor. En Johan Derksen was ook wel iemand die een beetje de gevestigde orde aanviel en uitdaagde. Met zijn lange haren die hij altijd heeft gehouden. En Johan is nu met het verstrijken der jaren eigenlijk veranderd in een conservatieve man. Hij is eigenlijk de gevestigde orde geworden. Waar hij vroeger zelf tegen streed. Hij is het machtsblok van de VVD geworden eigenlijk. Ja, niet het machtsblok, maar gewoon iemand die alles bij het oude wil houden. En ook ongenuanceerde. En soms ook echt foute dingen roept over bijvoorbeeld het racisme-debat of zo. Dat vind ik wel lastig, hoor. Nou, het opportunisme wat hem kenschetste toen met Forum voor Democratie. Omdat die advocaat dan zo leuk was. Dat vond ik zo ontluisterend. Dan bind je dus aan Thierry Baudet. Mm-hmm. Sorry, Johan, dat had hij echt niet moeten doen. Heeft hij ook spijt van, heb ik de indruk. Hij deed het wel. En ja. Johan Derksen is ook de man, kijk, die aquasiegrap is zoveel over gezegd. Maar ik hoorde Johan ook op een gegeven moment zeggen, toen gaat het over Depay, Wijnaldum en Van Dijk. En dan zegt hij, ja, die jongens die zijn hier ooit met open armen ontvangen. Die gasten die komen gewoon uit Moordrecht en uit Rotterdam, man. Die zijn opgegroeid met zuurkool en boerenkool. Dan ga jij vertellen alsof ze met de boot zijn aangekomen hier. Maar Johan blijft gewoon toch in alle opzichten de klassieke provinciaal. Die in zijn jeugd gewoon heel weinig met Surinaamse jongetjes naar school is gegaan. Nou, dat kan ik wel zeggen. Hij heeft daar gewoon misschien een soort angst voor. Ik weet het niet wat het is. En jij was het daar ook mee, Wilfred Genee. Want jij zit ook in dat programma waarin Johan... Nee, hij geeft witte smerige voorzetjes die ingekomen moeten worden. Er zit gewoon een oude witte man en die roept dan... racisme bestaat helemaal niet in Nederland. Nee, ja, als je een oude witte man bent die in een Drents dorp woont... dan kom je dat inderdaad niet tegen. Dat zegt hij er ook bij vaak, hè? Dat er daar inderdaad heel weinig racisme voorkomt. Of juist wel misschien daardoor ook, hè? Maar heb jij nooit gewetensnood dat je af en toe... toch wel iets kritischer zou moeten zijn? Je doet het wel, maar niet vaak genoeg. Ja, maar heb je daar geen gewetensnood over? Nou, dat maakt het soms lastig in die zin dat als je te veel doet... Dan haal je op een gegeven moment ook de kracht uit het programma natuurlijk. De bedoeling is dat daar vooral stevige meningen worden gegeven. En als ik er elke week volle bak tegenin ga, dan wordt het een beetje ingewikkeld. Dat je zegt, wat zitten we dan te doen met z'n allen? Dus dat maakt het inderdaad ingewikkeld. Dat geef ik toe. Dat is de worsteling die jij hebt. Dat zie ik soms ook aan jou. En natuurlijk ook in die racisme-rel die we toen hadden... en die gedenkwaardige uitzending. Ja, maar die week, het grappige, je begint nu op. En die week daarvoor, toen het benoemd was door Johan die grap... heb ik hem in die uitzending nog gevraagd. Laat in uitzending, Johan, je zei net over Aquasi dit en dit en dit...
Vond je het wel verstandig wat je net zei? Het was niet zo verstandig opmerken. Hij zei, nou ja, al vinden ze het racisme, maakt mij niks uit. Het is een grap. Dus ik heb hem daarop gewezen. Alleen we waren op dat moment alweer zwaar in strijd over iets anders. Dus ik wist als ik nou weer te veel gas zou geven, dan was alle andere ruzie weer naar buiten gekomen. Dus dat is inderdaad een ja, ik ken Johan al heel lang. Ik kwam nog bij hem thuis toen Linda nog leefde. Marieke bij hem op schoot zat. Die was 3, 4, 5 jaar. En Johan was gewoon een hartstikke schattige echtgenoot. Dat was een hartstikke leuk gezinnetje. En in zijn diepste wezen is hij een lieverd. Nou, laat dat de conclusie zijn. Maar ook, zeg ik altijd bij, een enorme klootzak zijn. Dat zeg je er ook bij. Ik hou toch ook van hem. Het is toch ook de man waarvan wij vroeger thuis de column lazen, weet je wel. Johan Derksen stond ergens voor. Hé, maar we zaten hier toch voor de Col Single Play. Ja, de Col Single Play. Mag ik daar nog één ding bij zeggen? Tuurlijk. Als mensen het willen lezen, maar ook als ze een ander boek lezen, bestel het bij je boekhandel. De boekhandels hebben het verdomd moeilijk. En het is gewoon heel erg fijn als je het boek daar bestelt en daar ophoudt. En misschien brengen ze het ook wel bij je thuis. Ja, nou, mooi omschreven. De Col Single bleef leeg. 25 jaar na dato. Dankjewel, Hugo. Graag gedaan.